Goedenavond allemaal. Daar ben ik weer. Kunnen jullie mij horen? Dat zou ik graag willen weten. Ja, Ellie zegt ja. Daar ben ik heel blij mee. Want vandaag ga ik voor het eerst met mijn mobiel de live doen. Ik deed het voorheen altijd met een camera. En dat beviel niet zo. Ik vond het beeld niet... niet zo mooi als bij de anderen die altijd live gaan. En dus ik ben aan het vogelen geweest. En er hangt nu een mobiel boven mijn hoofd, om het maar even zo te zeggen. Dus ik, misschien moet ik nog het een en ander een beetje aanpassen. Maar goed, ik ben in ieder geval te verstaan. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Daarom was ik ook ietsje vroeger. Even uitvogelen hoe alles werkt. Ja hoor, morgen staat hij op YouTube. Komt helemaal goed. Het is alweer een tijdje geleden voor mij dat ik live was. Soms komt dat even zo uit. Hele drukke andere bezigheden voor de Hobby Vision. Dus ja, dan schieten de dingen er wel eens bij in. Hallo allemaal. Geluid is beter. Oké, nou het ging mij meer om het beeld. Want ik had het idee dat met een mobiel een mooier beeld was. Tenminste als ik dan bij de anderen keek als bij mij. En dat vond ik ook belangrijk. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik wacht even tot het een beetje vol loopt. Want anders dan moet ik misschien straks opnieuw beginnen. Het is wel zo, heb ik gemerkt, dat er dus een vertraging in zit met de mobiel. Dat heb je dan met de camera weer niet. Dus dat was op zich wel heel prettig. En ik heb nu een vertraging, dacht ik, van een seconde of 5, 6. Dus even kijken hoe ik dat ga merken. En zo tijdens mijn tijdens het live gaan. Dus. Maar dat zullen we vanzelf zien. Het is weer tijd voor de nieuwe 12 Months of Christmas vandaag. Fijn dat er allemaal leuke kijkers zijn. Ik moet wel even beginnen met iets minder leuk, maar nou ja, minder leuk. Ja, voor mij is het niet leuk. Ja, misschien hoor je het aan mijn stem, maar ik heb weer heel veel pijn. Voor degenen die het niet weten, ik heb aangezichtspijn. En ja, zaterdag natuurlijk heerlijk gezellig een dagje weg geweest naar de DT-dag van Hobby Vision. En die week daarvoor had ik ook al wat stress en toestanden qua gezondheid. En vandaag werd ik wakker dat ik dacht, oeps, de pijn is er elke dag, maar vandaag ben ik bang dat die heftig is. En dat is die dus ook. Ik heb geprobeerd een rustig dagje te doen, maar ja. Ik ben alleen thuis, dus praten doe je dan al niet. Dus dan denk je van, misschien trekt het wat weg. Ik heb een heel stuk gewandeld, maar hij had er geen zin in, die pijn. Hij had gewoon zin om lekker te knallen vandaag. Dus ja, sorry, mijn stem is dan wat rauwig, maar ik probeer goed te praten. En ik heb er wat meer voorbereid dan dat ik normaal doe. Dus ik heb al wat dingen geplakt en zo, zodat ik niet een heel uur misschien bezig hoef te zijn. Want praten is gewoon echt niet prettig. Maar ik weet ook niet wanneer het over is, dus dan is het ook lastig om een andere avond in te plannen. Dus we gaan het gewoon proberen. En het zal wel goed komen. En lukt het echt niet, dan heb ik gelukkig de werkwijze gemaakt en uitgeschreven voor jullie. Dus als je hem ook wil maken, dan kan dat ook. Maar ik vond het wel even netjes om dit aan jullie kenbaar te maken. Ja, het is geen pretje voor diegene die
niet weten wat aangezichtspijn is, dan probeer maar eens te googlen. Ik ga snel beginnen. Ik heb weer een klein mini projectje weer voor jullie. En het is niet een heel nieuw iets. Er zijn heel veel varianten. En ik hoop dat ik dan weer net even een iets andere variant heb als die jullie dan kennen, zeg maar. Dank jullie wel. Het zal vast wel weer de komende dagen afzwakken. Alleen vandaag is het net even... Je moet het vergelijken als kiespijn keer 10. Zo zei mijn neuroloog het. Oké, we gaan beginnen. Ik heb 2 stroken cardstock heb ik gesneden van 15,2 keer 30,5. Nogmaals, je hoeft niet mee te schrijven. Ik heb ook een werkwijze gemaakt. Dus daar staat alles in. En daar kun je gewoon... die zet ik er straks nog op als ik klaar ben. 2 stroken van 15,2 bij 30,5. En die gaan we rillen. Allebei gelijk. Dus ik ga beginnen met rillen. Ik zet eerst maar weer streepjes. Want zoals jullie weten ril ik altijd met de hand. Ik ril op 9. Op 10,2. 11,4. 12,6. 13,8. 15 en 16,2. Ja, en dan gaan we dat ook aan de bovenkant doen. 9, 10,2, 11,4, 12,6, 13,8, 15 en 16,2. En die ga ik rillen. Nou, dat kennen we allemaal wel, hè, rillen. En de een vindt het wel handig met een rilmachine. Of zo'n rildingetje wat op je snijmachine zit. Ik heb het een poosje geprobeerd, maar elke keer ging het mis. Want dan ging ik niet rillen, maar snijden. En dat kostte wel een hoop papier, dus ik ben er maar mee gestopt. Soms zijn er gewoon dingen die gewoon niet lukken, denk ik. Ik doe de andere ook meteen eventjes. Dan kan ik ze straks tegelijk gaan vouwen. Ondertussen probeer ik een beetje mee te lezen. Negen. 10,2. 11,4. 12,6. 13,8. 15. En 16,2. En dat doe ik ook aan de bovenkant. Nou, ik kan hem nu wel dromen. De maten. 9, 10,2, 11,4, 12,6, 13,8, 15 en 16,2. En je ziet het, met de hand gaat het net zo goed. Alleen het is ietsje meer werk doordat je die streepjes zet. En die, als je het goed wil doen, moet je dat natuurlijk straks uitgummen. Maar dat laat ik voor vandaag ook maar even voor wat het is. Dat snappen we allemaal, denk ik wel. En zo. En dan gaan we deze gewoon zigzaggend, harmonica-achtig, hoe zeg je dat, gaan we ze... gaan we hem vouwen. Dus om en om. Eerst maar even zo. Als ik hem elke keer omdraai. Dan kom ik er ook. En nog eentje. Zo. Dan even nog de vouwbeen eroverheen. Het is wel belangrijk, even goede scherpe vouwen erin. Ik heb hier kartstok van 300 gram. Voor de basis is dat altijd wel prettig als je gewoon een stevige basis hebt, zeg maar.
De binnenkant straks, die heb ik dan weer met gewoon dunner kaartstok. Ik geloof, wat is het? 216 als ik me niet vergis. Ja, hè, met de hand, ja, met de handrillen vind ik dus ook precies. Nou heb ik daar niet eens op gelet toen ik met de snijmachine aan de slag ging. Ik pakte gewoon elke keer het verkeerde mesje. Of tenminste, de ene keer, ik pakte het mesje in plaats van het rilgevalletje. Nou ja, dan weet je wat er gebeurt. Kon je weer opnieuw beginnen. Dus dat is gewoon niet aan mij besteed. Of het moet een aparte zijn, dat je alleen maar een rilgeval erin hebt zitten. Dan zou het misschien wel wat voor mij zijn. Maar ach, ik vind dit ook leuk om te doen. Ik vind dat niet erg. En net wat jullie zeggen, het is denk ik toch net even wat preciezer. Tenminste, een gevoel zou ik er wel bij krijgen, denk ik. Nou, ik heb alle twee, heb ik ze gevouwen. Even kijken of het een beetje soepel wil gaan. Ja, dat gaat prima. Die ook. Zo. En wat is nu de bedoeling? Ik ga ze aan elkaar vastplakken. Maar dan wel zo, dat dit is het grote stuk. En deze ook, die wil ik zo op elkaar plakken. Maar ik zorg er wel voor dat bij deze rillijn en bij die rillijn, dat ik 15,2 meet. Dus hij wordt ietsje langer als dat ze gesneden zijn, zeg maar. Anders moest ik stukken aan elkaar plakken en dat wou ik niet. Dus ik meet met mijn lineaal daar bij de 0. Ik dacht even dat mijn beeld stil stond, maar ik zie helemaal niet meer wat ik doe, zie ik nu. Dat is toch ook raar? Ah, daar ben ik weer. Ja, nu zie ik. Ik denk dat ik ze nu in mijn muis even moet bewegen. Ik heb geen idee, maar in ieder geval, ik zie dat ik er weer ben. Ik heb mijn lineaal hier bij de eerste rilvouw liggen en daar heb ik hem op de 0 staan. En dan moet ik deze tot 15,2 leggen. En dan zet ik hier even een streep. En dan weet ik dat die tot daar straks geplakt moet worden. En dan pak ik mijn tape. Oh. Moest alweer een nieuwe rol, want hij was alweer op. En ik plak dit even goed op elkaar. En deze doe ik natuurlijk voor de streep. Of net erop, dat mag ook. Dan heb ik hem ook net weer weggemooid. Dan hoef ik niet te gummen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Zo. En dan heb ik zo, als ik ze op elkaar plak. Nou, hier komt het niet zo nauw. Heb ik de basis al bijna klaar. Zo. Even goed aandrukken, hè, zodat het goed hecht op het kaartstok. Wat ik al zei, ik ben voor het eerst met mijn mobiel aan het filmen. Meestal deed ik het met een camera, maar ik vond dat toch niet goed beeld geven. Dus we gaan het nu met de mobiel proberen. En dan moet ik alleen een beetje wennen aan de vertraging die erin zit. Maar het is maar een paar seconden. Dus daar moet ik gewoon even een beetje rekening mee houden. En dan plak ik hem op elkaar. Dus als ik nu meet, moet dat 15,2 zijn. Als ik het goed heb gedaan. Daar is mijn vouw. Ja. Dus dit stuk is nu 15,2. Dan gooien we de stukjes even weg. En ik plak het even goed op elkaar. Zo. En wat ik nu ga doen, is ik pak even een bredere tape. En deze is 9 mm. En nu ga ik eerst het begin zoeken. Hier zo. Nu ga ik zo, want hij komt straks zo te staan. En deze komt zo te staan. En nu ga ik de rilfa of de harmonica delen ga ik beplakken. Dan moet ik het wel goed doen. Anders dan
blijft het straks niet zitten. En ik plak op de tweede, dus deze begin ik op. Dus die eerste sla ik eigenlijk over. En dan plak ik hem op de tweede. En dan de derde sla ik ook over. En ik plak hem op de volgende. En dan heb ik er nog eentje over. En die plak ik ook. En datzelfde doen we dan natuurlijk ook aan de andere kant. Dus de eerste sla ik over en dan pak ik de tweede. De derde slaan we over en we pakken de vierde. En geen vijfde, maar wel de zesde. Zo. Oké, tot nu toe is mijn beeld veel scherper en beter. Ja, nou dat idee had ik dus ook elke keer als ik naar de andere meiden keek. En ik keek naar mijn eigen, ik kijk nooit mijn eigen filmpje terug, maar de laatste tijd dacht ik van laat ik het nou toch maar een keertje doen. En ja, ik ga het gewoon zo proberen. Dit kan eigenlijk even aan de kant, want wat we nu gaan doen is de binnenkant bewerken. En wat ik al in het begin zei, ik heb even wat meer voorbereid, omdat het een beetje lastig momenteel is voor me. En wat heb ik gedaan? Ik heb vier stukken, heb ik die hier nog liggen? Ja, ik heb vier stukken kaartstok gesneden. Waarvan de breedte 15,1 is en de hoogte 15,2. En ik heb ze allemaal, nee, dat lieg ik, op eentje na, heb ik er drie, heb ik een gat ingemaakt. En zoals je nu kunt zien, loopt het gat af. Wat heb ik daarvoor gebruikt? Ik heb zelf daar deze cirkelstansen van Crealise heb ik daarvoor gebruikt. Dit is een nummer, als ik niet vergis, 84. Ja, XXL 84 is deze. En daar heb ik de maten gebruikt. De grootste die ik dan gebruikt heb is 12,5 doorsnee. En dan eentje van 10,5. En dit zal dan 8,5 zijn. En die heb ik netjes, zoals deze, heb ik dus netjes eerst beplakt met dessinpapier. Kijk, maar dat kun je hier dus zien. Heb ik alvast beplakt. En deze heb ik dan netjes, ben met deze begonnen, neergelegd. Goed uitgemeten of hij in het midden ligt aan alle kanten. Dus goed de lineaal erlangs. En ik heb hem uitgestanst. Dat heb ik dus ook met deze drie gedaan. En dan krijg je dus een soort tunnel. En als je het dan beplakt, dan krijg je dus zo'n tunnel. Dat is denk ik heel goed te doen. Heerlijk beeld loopt gewoon door zonder te haperen. Nou, misschien dat toch mijn camera het euvel is geweest. Ik weet het niet. Dus dit heb ik dus met die drie stukken kaartstok gedaan. En de vierde heb ik niks mee gedaan. Die heb ik alleen beplakt met papier. Wat ik al heb laten zien vanochtend, heb ik het papier van Paper Heaven gebruikt. White as Snow. Het wordt een beetje lastig om nog papieren te gebruiken voor kerst die nog in de winkel zijn. Ik heb niet alles natuurlijk hier. En dit had ik gelukkig nog op voorraad. En in de winkel lag het ook nog. Dus daar ben ik lekker mee aan de slag gegaan. Echt kerst, hè? Goud, zilver, wit. En er zit ook een beetje groen in. Dat heb ik dan niet op deze plaatjes gebruikt. Dus daar wilde ik deze keer mee aan de slag. Ik heb natuurlijk die Crealise-stansen gebruikt. Maar heb je die nou niet, dan kan je ook deze gebruiken. Deze zijn van Caroline Design. Design bedoel ik. Kijk, ik begin al op zijn Engels. Even kijken, waar is de opening? Hier zo. En die heb ik al even apart genomen. Als het goed is, zijn het deze. En die heb ik. Ik heb een voorbeeld klaar. Die laat ik straks zien. En daar heb ik deze mee. Nee, deze zijn er denk ik niet. Want deze is kleiner. Zal dan wel die maten groter hebben. Dus dezelfde maten eigenlijk dus. Als de Crealise. Maar je ziet dus dat deze allemaal verschillend zijn. Ik weet niet of ik dat goed in beeld kan krijgen. Even kijken.
Hier zit een schulpje. Deze is effen. Hier zit een stiksteekje. Dus als je dat niet erg vindt, dan kun je dus ook de stansen van Carlijn daarvoor gebruiken. Daar zitten ook grotere in. En ik denk dat ik deze heb gebruikt. Ja, zie je. Moet je gewoon even goed meten wat de doorsnee is van de cirkels. 12,5, 10,5 en 8,5. Dus die kunnen daar ook prima voor gebruikt worden. En anders dus de Crealise nummer 84. Ik heb nu even niet me nu te bedenken de link van de winkel erin gezet waar je mijn producten kunt vinden. Maar dat zal ik straks doen als ik mijn foto's laat zien. Daar heb ik nu even niet aan gedacht. Ik weet ook niet hoe ik dat met een mobiel moet doen. Maar dat zijn allemaal dingen die leer ik vanzelf weer. Maar deze heb ik nu in ieder geval klaar. Dat heb ik voorgewerkt. Wat nu, ik heb wel even heel duidelijk opgeschreven welke kant de 15,1 is. Want dat is wel belangrijk. Zorg er altijd voor dat je die dus ook zo inplakt. Deze komt gewoon in het midden. En die ga ik vast even plakken. Dat kan geen kwaad. Even kijken. Ik heb een werkwijze wel gemaakt. Want anders dan... hoe heet het? Kom ik er niet meer uit, zeg maar. Als je zoveel pijn hebt, dan is concentratie ook een dingetje. En dan moet ik even goed bij de les blijven. Dus ik heb even een werkwijze nog gemaakt. Zodat ik het zelf ook even kan volgen. Dus het is een beetje anders dan anders. Sorry daarvoor. Maar ik denk dat we zo over heel eind komen. Deze plak ik hierin. En als het goed is past die precies ertussen. En anders moet je hem ietsje inkorten. Want hij moet echt tussen die rillijnen passen. Nee, deze is denk ik iets te groot, zie ik. Ja, ik moet hem toch ietsje inkorten, zie ik. Nou, dat kan nog, want hij zat nog niet vast, gelukkig. Ik haal er een heel klein randje af. Zo. Dat is de onderkant, deze. Pas ik hem even weer voordat ik hem erin plak. Ja, nou is hij beter. Ik plak er even weer lijm op. Kan je natuurlijk ook met tape doen, maar ja, als ik dat nu had gedaan, dan zat hij al vast en dan had ik hem er waarschijnlijk niet meer afgekregen. Dus dat is wel belangrijk, dat je dus zorgt dat hij echt binnen die vouwlijnen valt. En niet eroverheen, want dan kun je de kaart straks niet dichtvouwen, zeg maar. Even kijken, ja, 15,1 op zijn kant. Zo. En dan plak ik hem opnieuw. Kijk, en nou gaat hij beter, zie je? Ja, nou is hij een stuk makkelijker. En dan moet ik wel in beeld blijven. Ik lees even mee. Geen sorry, doe je het goed. In het begin, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb het begin gemist. Nou, ik vertelde dat ik dus aangezichtspijn heb. En we zijn natuurlijk heerlijk een dagje weg geweest naar Hobby Vision afgelopen zaterdag met het team. En ja, dat is voor mij altijd best wel heftig. En dan komt de pijn vaak heel erg opzet. Dat is veel praten en dat zijn triggers voor mijn pijn. Dus ja, het is vandaag echt een hele slechte dag. Maar ik wilde toch gewoon doorgaan. Dus daar ben ik. Zo, deze hebben we klaar. Ik weet niet voor diegenen die nog nooit een tunnelkaart hebben gemaakt. Ik had het ook nog nooit gedaan. En ik zag er eentje voorbij komen. Ik dacht, hé, dat vind ik leuk. Wat nu de bedoeling is, dat deze straks hier tussen komen te vallen. En dat je daartussen dan altijd heel leuk, of altijd, dat je daar heel leuk gaat versieren met uitgeknipte plaatjes of bloemetjes of wat je ook maar in huis hebt. Hier ga ik zo eerst beginnen. Deze komt dan straks op deze geplakt. En daarom is het ook belangrijk dat dit gewoon goed in de railvouw zit. En dan zorg ik even dat ik hem goed heb liggen. En zo komt hij erop. Deze komt straks zo en op deze. Het is nu natuurlijk lastig, dus ik moet binnen deze cirkel moet ik alvast iets leuks gaan plakken voordat ik deze eroverheen plak. Ook dat heb ik vandaag allemaal voorbereid, zodat ik niet lang hoef na te denken of wat dan ook. Want dat gaat gewoon even niet. Dus deze komt straks zo, dus die leg ik er een beetje zo provisorisch
Zit ik nog goed in beeld, jongens? Want ik zie het zelf even niet. Ja. En ik heb wat plaatjes uitgeknipt al die ook bij deze lijn zitten. Want het is een peperpetje, deze. Maar er is ook een peperpetje en daar zitten allemaal knipvellen in. En dat ziet er dan zo uit. Die heb ik hier ook liggen. Kijk. Die kun je allemaal uitknippen. Bloemen. Ja, het is wel vaak, dit is een gewone, zie ik. Maar je moet wel vaak kiezen. Dat ook de achterkantjes zijn nog mooi bewerkt. Maar dit zijn allemaal knipplaatjes. Dus ik heb al heel veel zitten knippen. Gelukkig had ik al heel veel klaar. Dus dat zit er ook bij. En dat is het leuke aan zo'n tunnelkaart. Als je daar knipvellen bij hebt, kun je zo doorgaan. Dus dat heb ik al gedaan. En ik heb al een klein beetje zitten rommelen en goochelen. En kijken van waar ga ik deze plakken. En het is handig als je dan die er alvast een beetje bovenop legt. Zodat je een beetje kan zien van nou, hoe komt die cirkel straks. Dan wil ik deze hier hebben. Oh ja, voordat ik het vergeet natuurlijk. Jullie willen nu ook het thema weten van deze maand. En het thema van deze maand is kerstballen. Moet natuurlijk met kerst te maken hebben. En het is best wel lastig om elke keer weer wat te verzinnen. Maar ik was aan het knippen en ik zag de kerstballen voorbij komen. En toen wist ik het, dat wordt het thema van vandaag. En dus die krijgt sowieso al een eerste plekje daar. En ik denk ook maar een leuk takje. Had ik maar zo bedacht. Waar die aan hangt. Deze moet wel een beetje recht blijven. Anders weet ik straks niet meer waar ik moet plakken. Zo, deze komt straks boven. En dan bij de... Ik begin rustig. Want hoe verder je straks omhoog gaat werken, hoe meer je kan versieren, zeg maar. Maar je begint gewoon met een rustige basis. En die ga ik zo doen. En ik heb ook foamtape klaar liggen. Dus daar ga ik mee beginnen. Begin ik eerst met deze. En dan ga ik dit keer ook lekker makkelijk doen met kant-en-klare die ik niet zelf hoef te knippen. En met foamtape maak je natuurlijk ook al meteen een beetje diepte in je werk. Dus dat is helemaal makkelijk. Zo. En jij mag ook een stukje tape. Oh, dan haal ik niet weg, want dan weet ik het zo niet meer. Ik plak jou eerst even op. Zo. En dan komt deze. Zo. En ik heb het voorbeeld al af. En dat heb ik dan met ander papier gedaan. Maar dat bleek ook al bijna op te zijn in de winkel. Dus daarom heb ik dit papier voor nu gekozen. Maar ik vond het zo leuk om te doen. Om op die manier een soort tunnelkaart te maken. Ik had er nog nooit van gehoord. Zo. Dat is één. En dan kan ik ook eventueel hier een beetje... Dat zie je toch niet doordat je straks die bogen hebt. Teken ik hier alvast af waar deze zometeen moeten. Want wat ik zeg, het is soms lastig om, voor mij om nu na te denken. En dan denk ik dat de live wel heel lang gaat duren. Nou, dit is een makkelijk stukje. Een lange kaart kan je zo... Huppakee. Nou, pas precies. Dus die ga ik eerst een plek geven. En zo kun je helemaal naar eigen idee je kaart opbouwen. Deze komt hier. Beetje recht natuurlijk. Zo. Nou. Toch even deze kijken nog. Die komt zo. Nou, ik denk dat het wel goed komt. En dan de blaadjes natuurlijk ook even een plekje. Ja, en dat knippen, dat is natuurlijk ook een werkje. Maar dat kun je heerlijk, als je film kijkt, beneden op de bank doen. Buiten, lekker in het zonnetje misschien. Dus ik heb zo al heel wat uurtjes zitten knippen. Laatst natuurlijk de zeetoestanden allemaal geknipt. Even kijken. Nou, het maakt niet zoveel uit wie waar komt. Dus ik denk dat ik die er achterlangs een beetje leg. En deze
plak zelf ook al vast, zie ik. Zo. En dan komt deze nu hierop. Dan kijken of ik dat ook red zo. En we beginnen, ook dat is wel belangrijk, met de kleinste cirkel. Kijk, die. En de kleinste cirkel komt helemaal als eerste hier. En dan gaan we deze. Even kijken, heb ik de goede? Zorg ervoor wat ik zei, hè? 5,1 is wat hier tussen moet. En dat had ik hier opgeschreven, dus dan zit ik altijd goed. En dan voor de railvouw plakken. En dat doen we ook aan deze kant. Die klappen we dan naar binnen. Het is even een handigheidje. Omdat het wat stug is. Ik doe het even zo en dan heb ik even goed zicht erop. Zo. Kijk, en dan hebben we al een 3D effectje, zeg maar. En dan komt de volgende. En dat is de middelste maat. Dat wordt deze. Kijk of ik hem goed heb. Die komt dus straks weer hier overheen. Ik wil natuurlijk niet doordat hij wat openflapt. Maar hier komt dan de volgende ronde, zeg maar, met plaatjes. En dat is zakje 2 voor mij. Die heb ik ook al allemaal geknipt. We gaan natuurlijk ook even wat sisal ertussen her en der plaatsen. Zo. Hier heb ik wat bloemetjes geknipt. En kijk eens hoe leuk. Een hobbelpaardje. En natuurlijk weer een kerstbal. Want dat is het thema van deze maand. Ik weet niet hoe ver jullie al zijn met de alles... met het 12 Months of Christmas. Ik zie ineens de vraag van het schaartje. Kijk, ik heb dit schaartje. En die is van Crafters Companion. En ik dacht dat ik dat ook al eens eerder had verteld. Ik knipte dus altijd met deze. Nou, die is echt al... Nou, ik denk wel een jaar of 15. Maar die begint bot te raken en ik had al geslepen en met aluminiumfolie geknipt, maar hij bleef een beetje bot. En toen kreeg ik, of toen zag ik tijdens een live, ik dacht bij Janet, zag ik dus deze. En nou, ik vind het ei van Columbus, want hij knipt heerlijk. Echt, ik ben natuurlijk zo'n heel klein puntje gewend met dat andere schaartje, maar deze, ik vind hem echt super. Oké, we gaan de tweede laag straks opplakken. Dat is dus deze. En dus op deze rand gaan we weer versieren. Ik leg hem er een beetje zo bij, want ik krijg hem er niet echt tussen nog, omdat ik hem nog niet geplakt heb. Dus dat wordt een beetje lastig, maar zo kan ik het wel een beetje zien. En dan begin ik met een kerstbal. En doordat je in 3D werkt, kun je best wel een beetje over plaatjes heen plakken. Dus die ga ik een beetje daar doen. En weet je wat, ik ga gewoon meteen eerst even overal... Gewoon tape opplakken. Dan hoef ik geen dubbele dingen te doen. Dat is denk ik wel zo makkelijk. Leg ik mijn schaartje weer overal neer. Behalve waar ik denk dat die is. En ik heb hier foam. Hoe dik is dit foam? Staat het erop? Staat het niet op. Maar ik heb nog een nieuwe liggen. Dit is foam van 3 mm dik. En er staat ook 2 mm op, dus dat is lastig. Nou weet ik het even niet meer. Er staat 3 mm keer 100 mm keer 2. Oh, de breedte is dat natuurlijk. En dan is de breedte, denk ik... Dat zou wel eens 2 kunnen zijn. Dat is moeilijk mee. Nee, de dikte is 2 mm. En dat is denk ik prima voor dit klusje, zeg maar. En het is lekker stevig, het plakt goed. Het zit ook niet aan je schaaf vast. En dat vind ik toch ook altijd wel even lekker. Ik wil eigenlijk deze schaar niet gebruiken voor plaktoestanden. Nou, je ziet wat ik alweer doe. Dus eigenlijk moet ik zo'n schaartje hebben en voor plakken en voor gewoon plaatjes knippen.
En zo. En dan kan ik straks zo proberen om het tafereeltje verder af te maken. Je kan ook, ik zei net al dat ik ook een sisal erop wil verwerken. Dat kun je ook, als je alles al erin hebt verwerkt, kun je dat sisal ook heel makkelijk ertussen plakken. Hè. Dat hoeft ook niet meteen. Als je dat een beetje lastig vindt, omdat die laagjes ertussen zitten, kun je dat sisal ook zeggen van, nou, dat doe ik straks als ik helemaal klaar ben met alle plaatjes. Dan kijk ik even waar ik wat sisal heb, wil hebben. Dat heb ik ook met mijn voorbeeld gedaan. Omdat ik toen iets had van, ik mis nog iets. En toen dacht ik van, ja, ik mis mijn sisal. Dat is natuurlijk bij mij, dat hoort er gewoon altijd bij. Dus toen heb ik dat later nog toegevoegd. Dus dat kan ook. Zo. Deze zit al vast. Dus deze, die komt nu. Even kijken, deze komt hier. En ik wil die bal een beetje daar hebben. Dus die komt hier. Nou, bloemen, dat maakt niet zoveel uit. Dat kan overal geplakt worden. Je moet wel geduld hebben om al die dingetjes eraf te pulken. Zo. En dan plakt die niet. Nee, want je hebt die dingen er niet af. Nou, kijk, dat bedoel ik dus. Dat zijn allemaal van die dingen die werken gewoon even niet in mijn bolle kopie. Maar ja, het plakt handiger als je die stukjes eraf haalt. Nou, deze kwam hier. Dus wil ik bloemetjes zorgen dat hij een beetje onder de bal valt. Nou, dat kleintje, dat kan er dan wel onder. Dat is ook wel leuk. En zie je, in die bloemen komen ook de gouden randjes weer terug. Hier ook, hier de balletjes. Hier komen gouden kleurtjes weer terug. Paadje, dat mag aan de onderkant. Wel losmaken. Maar dat is wel leuk als deze hier een plekje krijgt. Hop. Ja, en hulsblaadjes, dat kun je natuurlijk altijd overal plakken. Jullie doen niet mee met deze challenge. Nou, dat hoeft ook niet. Maar misschien raak je toch geïnspireerd om deze kaart, die hoeft natuurlijk ook niet in kerst te maken. Hè. Die kan je natuurlijk in alle thema's maken die je leuk vindt. Dus het is gewoon een soort inspiratie. Het zijn geen verplichte dingen die je nu moet maken voor deze challenge. Het is gewoon een inspiratielijf van mijn kant. Zo. Nou, ik heb hier nog een anijs dingetje. Hoe zeg je dat? Hoe noem je dat? Nou, die mag best wel een beetje daar straks uitkomen. En dan doe ik nog een blaadje. Zo. En dan komt deze zo. Kijk, als die zo naar binnen fouten kan. Aan die kant kan ook nog wel een blaadje. Is een beetje kaal nog. En dit noemen ze dus een soort, ja, wat is het? Een mini... een tunnelkaart. En ik doe het dan met dat die zo straks ook nog dicht kan. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Maar ja, ik ben ook meer natuurlijk bezig met albumpjes en dat soort dingen. Dus vandaar misschien dat ik hem nog niet kende. Maar ik vond het wel een leuk modelletje. Nou, dan gaan we deze erop plakken. Je kan ook later inderdaad nog plaatjes toevoegen hoor. Als je zegt van nou, ik zie het nu even niet meer. Dat is bij mij dus het geval. Ik ga dus eerst maar even deze opplakken. En dan heb ik hem goed. Ja, 15,1 heb ik op zijn kant. Onderaan. Dus deze komt hier. Zo. En dan komt deze op die. En dan zie ik het niet. En dan ga ik met mijn hoofd voor de camera volgens mij zitten. Zo. En dan zie je al een klein beetje, ik zal hem heel voorzichtig, want ik zit in vertraging in, zie je die diepte er al in? Zie je? En dan hebben we de laatste, dat is met het grootste rondje. Hier heb ik de onderkant, dus deze komt dan hier. Dus nu ga ik het derde zakje pakken wat ik heb
geknipt. Zo. En dan gaan we ook daar natuurlijk een klein beetje wat opplakken. Want dat is natuurlijk wel om het mooiste. Je ziet wel echt zo'n kaartje, zo'n tunnelkaartje, zie je groeien, zeg maar. Nou, hier heb ik een restje, dus die kan wel hierop. En ja, misschien kan je het ook met een lijmpistool doen. Qua papier kan het natuurlijk altijd wel, maar ja, wat zit, dat zit dan, hè. Dus dan, dat durfde ik met de live nu even niet aan. Ik denk, dan zul je zien, dan gaat er van alles mis. Dus ik doe dat maar even gewoon op deze manier. Is misschien voor jullie wat saai om naar te kijken, maar ik wilde toch wat goeds afleveren vandaag. Zo. Maar ja, ik had het natuurlijk net ook over het papieren van kerst. Dat raakt een beetje op in de winkel. Er zijn gelukkig nog wel wat lijnen, maar er komen ook nieuwe lijnen aan, zag ik. Hebben jullie het allemaal gezien? Ik zag dat Minté met nieuw komt en Craft the Clock. Maar vandaag zag ik ook het nieuwe van Studio Light, wat er in de komende maanden, de 3 maanden geloof ik, uitkomt. Deze is te groot. En daar zat ook al heel veel kerst tussen. Dus ja, ik ben een gelukkig mens, denk ik dan, hè. Als je daar verslaafd aan bent of dat je dat zo leuk vindt, dan is dat natuurlijk super dat je in juli al nieuwe kerstlijnen mag kopen. Dus daar ga ik voor. Dus ik weet nog niet of volgende maand al met nieuw werk. Het hangt een beetje vanaf of het er al is. En anders pak ik gewoon nog een keer een oude lijn. Dat is natuurlijk ook altijd leuk om te doen. Moet ook op. En dan raakt het bij mij ook op. Dan hoef ik me ook niet zorgen of schuldig te voelen dat ik iets nieuws koop. Omdat het oude nog niet op is. Want ja, het oude raakt echt op nu met al deze inspirerende lives, zeg maar. Zo, nou nog 1 blaadje zie ik. Zo. Nou, gaan we ook dit weer vullen. Dus deze komt straks hier. Dus daar ga ik dan een beetje tussen werken. Oh, ik heb die grote nog niet gedaan, zie ik. Nou, die moet natuurlijk ook een plekje. Nou, die kan je ook scheuren, zie ik. Nou, dat is ook weer handig. Zo. Waar ga ik mee beginnen? Ik had een bloemetje, zie ik. Ja, deze. Of een bloemetje. Een poinsettia noemen ze dat, hè? De kerstroos. En die wil ik een beetje bovenaan. Zo. En ik zag ook een mooie ster. En ik weet je, als je al die plaatjes al geknipt hebt, dan werkt het lekker snel, hoor. Dan kun je gewoon zo een beetje... Heb ik vanmiddag een beetje uitgedokterd van wat wil ik waar. En dan heb je zo wat gevuld. Een voorbeeld die ik al klaar heb. Ik heb trouwens in een hele andere kleurstelling gemaakt. Die is rood en groen. Je hebt weer veel te veel besteld, Ariane. Ja, het is toch wat, hè. Nou ja, wij hebben natuurlijk kunnen shoppen in de winkel. Nou ja, dat is toch ook echt... Je loopt 20 rondjes en dan valt er elke keer toch... Dan denk je dat je alles gezien hebt en dan valt er toch weer wat in je mandje, hè. Ik zou dus niet die nieuwe mooie lijn van My Craft Time, die mooie waar Rihanna van de week mee live ging. Ik had zoiets van, nee, ik doe het niet. Ik heb al strandlijnen genoeg. Nee, ik doe het niet. Nou ja. En wat viel er toch in mijn mandje? Gewoon boem, daar lag het. Ja, die dus. Maar ja. Weet je, ik rook niet, ik drink niet. En dan mag je jezelf wel eens kietelen, toch, met wat leuks. Kijk, de belletjes die willen ook een plekje daar. Ik heb geen idee wat je er straks van terug ziet, maar dan zitten ze er wel. Ja, het is een snoepwinkel, hè, Marianne. Nou, echt, hè. Het is allemaal weer te leuk. En volgens mij, als ik me niet vergis, gaat Janine morgen weer live, morgenmiddag, met Showtime, met allemaal nieuwe dingen. Oei, 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 oei. Zo. Die wil ik zo een beetje... Nou, dat takje zul je dan misschien niet zien, maar die wil ik hier. Oh.
Ja, en zo'n candy cane, dat mag natuurlijk ook niet ontbreken, hè? Dat hoort er gewoon bij. Dus ik hoop dat we die, dat ik die nog houden. Dan moet een klein stukje af. Dat is een beetje te lang. Plak ik die een beetje zo. Wat heb ik nou nog meer? Ik heb nog wat hulst. Dat is toch natuurlijk wel het ultieme. Hè? Een hulstblaadje vind ik met kerst. Dan plakken we die een beetje overheen. Zo. Ook een wat kleinere mag. Oh. En zie je dat al? Ik weet niet of jullie dat een beetje kunnen zien. Maar dan ziet het er toch alweer heel anders uit. Als je alweer een laagje erin hebt. Jij mag daar een beetje. Oh, dat is te kort papier. En zo. Ik heb hier nog een besjesstak. Nou, die maar daar dan. Nou, deze heb ik over, denk ik. Of kan ik die nog ergens kwijt? Wel een grote. Nou, dat is wel heel rommelig daar, hè? Nee, ik laat deze even liggen. Wat was dit ook alweer? Oh ja, een ijsje. Nou, die kan nog wel ergens, denk ik. Waar kan ik die een beetje plukken? Zal ik die hier een beetje onder stoppen? Zo. Zo, nou, en dan hebben we de laatste laag. Die komt op de laatste rand. Zo. Even kijken. Dit is de onderkant weer. Voor de railvouw weer plakken. Hè? Dat is wel heel belangrijk. Oh, moet wel even goed op de. Zo. En dan kom jij aan die kant. Het stokje is net te lang, dus daar knippen we toch wat vanaf. Hoppakee. Ja, het is nog een beetje stug, dus ik moet het een klein beetje induwen. Zo. Kijk. Het staat nog een beetje bol, maar dat komt zo goed. Kijk. En dan zie je al meer even mijn beeld omhoog. Dan zie je alweer meer 3D, zeg maar. En ik heb nog een zakje 4, want ik vind toch de buitenkant nog ook wel. Daar heb ik een paar knipseltjes. En ik wil heel graag het hobbelpaard nog een plekje. Maar dit is een groter hobbelpaard. Kijk, en ze kijken nu naar elkaar toe. Dat vond ik ook wel heel tof. Dus die wil ik dan nog even onderplakken. En de rest doe ik dan lekker een keer als het wat beter gaat. Dus neem me niet kwalijk. Maar ik heb toch jullie hopelijk een beetje kunnen inspireren zo. En nogmaals, het thema deze maand is dus kerstballen. En dat mag je stempelen, dat mag een stand zijn, dat mag zoals ik er nu dus plaatjes zijn. Ja, probeer het in te vullen zoals jij het denkt mooi te vinden. Maar ik denk dat dat niet een heel moeilijk onderwerp is, toch? Tenminste, lijkt mij niet. Jij weet ook nooit hoe het in je mandje komt. Nee, dat gaat dan zomaar, hè. Dan ineens, dan kijk je en dan, nou, dan denk je, hoe komt dat dan nou? Nou, dat had ik zaterdag. Deze plak ik hier. Ik had ook zoiets van, nou, toch maar weer een strandlijn. Jij mag er een beetje achter bivakeren, maar dan wel zo dat je niet in de flap valt. Zo. En nog een paar hulsblaadjes hoort er natuurlijk bij. Zo. Daar heb ik al wat. Zo. Want dit is dus iets wat je niet meer. Oh, ik plak hem verkeerd om, want mijn plakrand zit aan de onderkant. Zo. Dit moet dus een beetje vulling geven aan de voorkant, zeg maar. Oh,
plakrandje eraf. Dat mag natuurlijk ook mooi versierd worden. Ik kan het natuurlijk ook met een lintje nog doen. En ik ga het later nog met wat sisal en zo ertussen plakken. Kijk, en ik heb hier een strikje nog. Die was van goud. Dat vind ik toch wel leuk om het goud ook een beetje terug te laten komen. Oh. Maar dan is hij nog niet af. En dat zal ik zo laten zien. Kijk, deze komt een beetje hier. En dat ga ik dan later een beetje opvullen. Maar zo heb je een beetje idee wat het geheel wordt. En dan gaat deze gaat zo dicht. Zo. Ga je natuurlijk ook leuk beplakken. En met een lintje kun je hem vastknopen. En de achterkant moet ik nog even beplakken natuurlijk. Maar dit is een beetje het idee van, ja, wat zal ik het noemen? Een tunnelkaartalbum? Of ik weet het niet. Kijk. Ik ga het nog verder helemaal versieren. Maar ik denk dat ik het voor vandaag even zo laat. Dus jullie dat niet te erg vinden. Die leg ik aan de kant. En dan zal ik jullie het kant-en-klare voorbeeld even laten zien. Kijk, dit heb ik dus met Christmas Time van Craft O'Clock gedaan. Dat ziet er dus weer heel anders uit. Met een lintje. En dan klap je hem open. En ik heb wat met goudelementjes gewerkt. Ik zal proberen een beetje het 3D gevoel erin te leggen. Kijk, misschien kun je het zo een beetje zien. Zie je die laagjes? En je ziet dat ik deze veel voller heb gemaakt. Dus dat doe ik ook straks met die andere. Maar ik denk dat jullie zo wel een idee hebben van hoe het in elkaar steekt. En kijk, de voorkant ook. Die versier je als laatste nog een beetje. Ik heb nog spetters ook toegebracht. Nou, dit plaatje op zich was natuurlijk al heel erg leuk. Hier heb ik ook nog wel even met wat plaatjes en kit en kaaslinnen gewerkt. Heb ik de achterkant beplakt? Ja, heb ik ook nog gedaan. Dus dat is mijn inspiratielijn voor de 12 Months of Christmas. Ik heb even opgeschreven nog voor diegenen die meedoen wat alle thema's zijn. Want ik onthoud het ook niet. Voor januari is dat het thema label. Voor februari de traditionele kleuren. Maart hebben we dieren in de sneeuw. April het woord kerst. En dat mag natuurlijk ook Christmas zijn of Noël, wat je leuk vindt. In mei is het thema rendieren. In juni hebben we de kerstbloemen. En in juli dus deze is de kerstballen. Nou, voor nu moet ik toch echt zeggen, jongens, bedankt voor het kijken. En volgende keer hoop ik weer gewoon normaal te kunnen liven, zeg maar. Maar ik ben al heel blij dat het zo gelukt is met de mobiel. Dank jullie wel voor het kijken en heel graag tot de 13e juli als we met de zomerchallenge beginnen. Fijne avond. Doeg!